twee nieuwe gezichten op de training van Achilles. Frank Wiafé, een aanvaller met een verleden ooit in de jeugd van Ajax. En Sergio Zeiler, ooit een vleugelflitser bij FC Twente en Willem II. Maar wat uit beeld geraakt na omzwervingen in het buitenland. Ja, klopt. Meer in Kroatië, zeg maar, ben ik al twee keer geweest. En ik zat 7 maanden in Turkije. Er is eigenlijk geen geld bij Achilles voor versterkingen. En dat weten de spelers die op proef zijn ook. Nee, begrijp ik. Ik probeer mezelf ook gewoon wedstrijdritme weer op te doen. En mezelf in de kijker te spelen. Ja, hoe is het met je fitheid? Heb je lang niks gedaan? Ja, ik heb sowieso voor mezelf getraind en ook met het team. En afgelopen half jaar heb ik toch wel wedstrijden gespeeld. Dus het is nu een kwestie van optrainen en dan hopelijk weer wedstrijden spelen. Ja. Het is wel een moeilijke situatie voor veel voetballers. Hè? Jij bent niet de enige die in deze situatie zit. Nee, er zijn meerdere spelers. Er zijn zoveel spelers die transfervrij zijn. Het is ook moeilijk voor de clubs. Dus ik hoop dat ik hier een kans krijg. Er komen nog twee spelers op proef. Yasser Takhak, oud NEC en Vitesse. En Thomas Horsten. Want de hekkensluiter in de eerste divisie heeft behoefte aan versterking.